Goedemorgen. Bastiaan, hoor je mij? Ik hoor jou luid en duidelijk Oh. en ik zie je scherp. Nou, hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe Auto to Go webinar. Zoals jullie net al een beetje hoorden, heb ik Bastiaan weer als mijn sidekick. Hallo Bastiaan. Hallo Janine. En we gaan het vandaag hebben over de activiteitenmodule. Eerst nog even wat huishoudelijke zaken, als mijn PowerPoint meegaat. Jazeker. Mocht je tijdens deze webinar vragen hebben, stel deze gerust in het vragenpaneel aan de rechterkant. Bastiaan zal deze vragen monitoren, eventueel gewoon zelf beantwoorden. Maar het kan ook zijn dat hij ze even in de groep gooit en dat ik ze dan ook tijdens dit webinar behandel. En dan kan iedereen meeluisteren. Dus stel gerust je vragen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je nadat de webinar is afgelopen even ermee aan de slag gaat en dat er nog een aantal vragen naar boven komen. Of dat je dat tijdens het webinar vergeten bent te vragen. Stuur dan ook gerust even een mailtje naar gowebinar@otis.nl. Doe dit dan vandaag of morgen. En dan zullen Bastiaan en of ik deze vragen beantwoorden. Zoals gezegd, we gaan het vandaag over de activiteitenmodule hebben. Ik zal even straks beginnen met een korte introductie over de module zelf. Daarna gaan we de instellingen behandelen, het gebruik van de module. En eventuele integraties die je hier nog aan kan koppelen. Eerst even een korte introductie. Activiteitenmodule. Geen idee of jullie deze module al gebruiken. Of misschien heb je hem al wel een keer in je overzicht zien staan. Het is namelijk een module die wel algemeen geactiveerd is voor jullie omgevingen. Dus als je met auto's werkt, of in ieder geval in Autos Go werkt, dan heb je de activiteitenmodule tot je beschikking. Het kan wel zijn dat bepaalde users deze module nog ziet, want het is per user te bepalen of zij wel of niet toegang hebben tot deze activiteitenmodule. Dat ga ik jullie uiteraard zo meteen ook in de instellingen laten zien hoe je deze kan aanzetten. Activiteitenmodule is dus gewoon algemeen toegankelijk. En het is een module die wij hebben bedoeld als zijn een ondersteuning voor je sales- en businessproces. En het geeft een overzicht van de acties die bij jou lopen. Denk aan een structurele opvolging van je klanten en van je prospect. En het is een module die eigenlijk informatie vanuit diverse modules is in auto's combineert. Dus er is informatie over de relatie, dus eigenlijk een beetje de CRM-kant. We hebben ook informatie eventueel wel over de leads, dus de salesmodule binnen auto's. En informatie over de vacatures, die eigenlijk allemaal samenkomen in de activiteitenmodule. Waar moet je aan denken aan bij een activiteit? Een voorbeeldje die ik daarin kan geven is bijvoorbeeld dat je op een periodiek een prospect wil benaderen om er uiteindelijk voor te zorgen dat je natuurlijk een vacature voor die prospect mag gaan invullen. Nou, dat is zo'n activiteit, die wil je registreren. Je wil dus die structurele opvolging doen, die prospect af en toe een keer bellen. Is er al iets losgekomen waarvoor ik aan de slag kan gaan? En dat kan je dus in die activiteit gaan vastleggen. Nou, misschien denken sommigen van jullie dan, ja, nou, dat doe ik al in de CRM-module of dat doe ik al met de taken en reminders. Nou, dat kan natuurlijk, maar deze module is echt ontstaan omdat er toch altijd wat tekortkomingen zijn. En als ik dan even kijk naar bijvoorbeeld de CRM-module, dan kan het opvolgen van een relatie best wel wat voor vervuiling zorgen. Want ik ga naar die relatie, ik pak een telefoonnummer bij, ik begin met bellen, krijg de voicemail. Of wordt wel opgenomen, maar blijkt de persoon die ik nodig heb op vakantie te zijn en mag ik over 2 weken nog een keer terugbellen. Nou, dat wil ik wel registreren, dus ik maak weer een notitie in dat relatiedossier. En uiteindelijk heb ik een relatiedossier opgebouwd met eigenlijk allemaal nutteloze notities die voor het moment van bellen wel noodzakelijk zijn, maar eigenlijk niet in een klantdossier horen te staan. Het kan ook zijn dat als je vanuit de CRM-module werkt, dat het wat onduidelijk kan zijn voor de actie waarvoor je aan bellen. Is dat nou een kwartaalevaluatie? Is het een structurele of een maandelijkse call die je wilt doen? Of een wervingsupdate die jij wekelijks moet geven? Dan kan het best wel zo zijn dat soms de contactpersonen een beetje verwarren. Als je naar het relatiedossier gaat, is het dan niet helemaal duidelijk welke persoon je moet hebben. Of je hebt die prospect gesproken en zegt, ja, maar je moet de volgende keer even deze en deze persoon bellen. Ja, dan zet je dat misschien wel weer in de notities. Maar het is niet altijd even overzichtelijk. En voor hetzelfde geld bel je weer dezelfde persoon die je dan weer moet vertellen. Nee, je moet een andere persoon hebben. Nou ja, dat is natuurlijk niet ideaal op het moment dat je een relatie wil opbouwen met zo'n klant of prospect. En nou ja, zoals ik net ook al zei, je belt, je krijgt een voicemail. Of er wordt gezegd van ja, bel over 2 weken nog maar een keer terug. Ja, hoe ga je dat dan vastleggen?
Nou, je zou eventueel een reminder kunnen aanmaken vanuit het relatiedossier natuurlijk. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat altijd even overzichtelijk werkt. En zo'n reminder komt ook nog eens een keer op het verkeerde moment waarschijnlijk naar boven. Dus ja, dan moet je Dat aanvullen. Hè? er zit een heel mooi systeem in Altus die dan zeg maar kijkt van hier komt dat nou echt helemaal niet uit dat we die reminder naar voren poppen en dan poppen we die reminder op dat moment naar voren. Uiteraard is dat het moment dat je het hebt aangegeven, maar ja, ik heb een hekel aan dat soort reminders dat je gewoon lekker je werk aan het doen bent en dan plots ploep, joh, daar heb ik echt even geen tijd voor. Ja, dat... klopt. Dat is precies wat ik heb, dat is mijn ervaring ook met de reminders. Nou ja, een andere module waar je aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld de takenmodule. Ik heb even een aantal klanten die daarvan gebruik maken. Maar je merkt toch dat een takenmodule eigenlijk heel uitgebreid en ook best wel complex kan zijn met workflows en remindermailtjes en et cetera. En eigenlijk streven die of gaan die veel te ver. Uiteindelijk is een activiteit echt bedoeld om dat relatiebeheer te monitoren of bepaalde leads die je, of prospects die je voor ogen hebt. En dat is vrij simpel. Het is alleen, je moet ze af en toe een keer bellen of mailen. En daar is een taken uit kan, maar het is wel veel uitgebreider dan eigenlijk het doel wat je hiermee hebt. Nou, een andere module waar ik nog aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld de salesmodule, die we wel aan de activiteiten ook gerelateerd hebben staan. Maar als ik denk aan een sales traject of lead, dan is er toch echt al iets concreets. Er is al een afspraak gemaakt of een idee ontstaan waar je een waarde aan kan hechten en waar dan echt specifieke opvolging op moet zijn. Terwijl een activiteit wat breder ingezet kan worden, er hangt nog geen prijskaartje aan of er is nog niet echt een waarde op in te schatten. Maar het is wel iets wat opgevolgd moet worden, misschien wat algemener, het is niet heel specifiek, het is een beetje een open vraag. Terwijl over het algemeen sales echt al heel specifiek en concreet is. En uiteindelijk, en ik hoop dat jullie dat straks aan het eind van het webinar een beetje door gaan krijgen, zijn activiteiten gewoon heel erg handig op het moment dat je met belblokken werkt. Waar we net al een beetje refereren naar een reminder die altijd ongelukkig oppopt, is het vaak dat mensen zeggen, nou, ik heb gewoon nu voor elke dinsdagochtend bel ik even mijn relaties na. Nou ja, hoe handig is het dan als je gewoon je concrete bellijstje bij de hand hebt en dat je ook dan gelijk kan zien, oké, deze mag ik pas volgende week bellen en voor het belblok van deze week moet ik deze 10 relaties gaan bellen. En dat is precies wat we straks met die activiteitenmodule kunnen gaan realiseren. Bastiaan, zijn er vragen binnengekomen? Nee, er zijn geen vragen, maar wel twee mensen die technische problemen ondervinden. Ik heb dat zelf helemaal niet, dus ik versta je gewoon luid en duidelijk en ik zie je scherm en dat. Dus ik hoop dat die twee personen de enige personen zijn. Verder nog geen vragen, maar misschien nog een kleine aanvulling. Maar je hebt het eigenlijk al wel gezegd. Die activiteitsmodule hebben we dus heel specifiek voor salesprocessen ontwikkeld. Want zo'n belblok, 10 belletjes plegen, dat is eigenlijk stelt dat niet zo heel erg veel voor, maar vooral de structuur voor jezelf creëren, dat je 's ochtends je lijst met 10 belletjes te zien krijgt, waar de activiteitenmodule in ondersteunt. Ja, misschien ook nog goed voor degene die ook wat problemen, de webinar wordt gewoon natuurlijk weer opgenomen, komt weer online te staan en we hebben ook nog een handleiding over de activiteitenmodule beschikbaar. Dus die informatie is er. En kan later altijd nog weer teruggekeken worden. Gaan we het even nog kort hebben over de instellingen. Ik ga deze zo meteen gewoon in Autos Go laten zien. Ik ben niet zoveel zo fan van een hele uitgebreide PowerPoint. Ik hou het altijd kort en bondig. En duik liever gewoon met jullie in het Autos Go systeem. Maar uiteraard gaan we een aantal instellingen behandelen. En het is dus goed om te weten dat deze module gewoon voor jullie algemeen beschikbaar is. Het is gewoon onderdeel van jullie basispakket. Laat ik het even zeggen. Dan ga ik uiteraard ook straks in op het gebruik. Misschien al even goed om vooraf te weten, is dat het dus een echte aparte module is. Dus vanuit het Autos navigatiemodule kan je straks deze module benaderen. Maar het heeft dus ook echt een link met de relatiemodule. Dus ook vanuit de relatiemodule kun je uiteindelijk met je activiteiten aan de slag. Wat ik jullie zo meteen ga laten zien. En integraties kom ik dan zo nog even op terug. Ik denk dat we gewoon eventjes naar het Autos Go systeem gaan. Ik switch even maar even en als het goed is, gaan jullie nu mijn Autos Go systeem zien. Of in ieder geval de demo-omgeving. Ja, ik zie hem. Oké, helemaal mooi. Nou ja, we gaan even beginnen met de instellingen. Ik denk dat het al een beetje algemeen bekend is, maar op het moment dat je op je naam klikt, dan komt natuurlijk het menuutje naar de instellingen toe. En dan klik ik hier klantinstellingen.
hier aan de zijkant kan ik al, als ik het wil, je ziet ze eigenlijk al wel bovenaan staan, maar ik kan hier ook even als categorie activiteiten selecteren. Dat zorgt er even voor dat ik niet alle andere settings ook zie en dat ik echt puur alleen activiteiten of settings zie die aan de activiteiten zijn gerelateerd. Ik kijk dus nu even naar de client setting, dus het is even het algemene gedeelte van de settings. Ik zal zo meteen ook nog even kijken naar de user settings. Op zich, activiteiten op het moment dat die in je omgeving beschikbaar is, hoef je er eigenlijk niet zoveel mee te doen. Dus wat ik je nu ga laten zien, is niet een verplichting om te doen. Alleen het user gedeelte kan bijvoorbeeld nog wel handig zijn als je voor bepaalde mensen de module juist aan of uit wil zetten. Maar dit zijn eigenlijk extra functionaliteiten die we zo meteen nog kunnen gaan toepassen in de activiteitenmodule. Zo heb ik hier een optie om activiteit statusen te activeren. Dat is dus geen verplicht onderdeel. Als deze niet aanstaat, zal je die ook niet in je activiteitenmodule gaan zien. Zet je het wel aan, dan krijg je straks in de activiteit een extra select optie waar je dan een status kan selecteren. En die status mag je uiteraard ook zelf bepalen. Maar in de basis kan je dus zelf bepalen of jij in de activiteitenmodule gebruik wil gaan maken van statussen. Dat is deze. De tweede optie is types. Dus naast types is het ook nog mogelijk om, of naast status is het ook nog mogelijk om types te activeren. Dus als jij daar gebruik van wil maken, kun je deze aanzetten. En dan krijg je weer een extra select optie nog binnen de activiteitenmodule om een type te selecteren. En eigenlijk zijn deze twee elementjes bedoeld om misschien op het moment dat je echt met heel veel activiteiten werkt en je wil daar een betere verdeling in maken, dat je dan die status en types wel gaat activeren, omdat het gewoon filteropties geeft en misschien ook voor je medewerkers net wat duidelijker is wat voor type actie, wat voor type belletje zij moeten gaan uitvoeren. Nou, hier is ook nog eentje. Op het moment van een activiteit kan je straks een relatie en een contactpersoon koppelen. En dan is het nog of je die mobiele telefoonnummers van de contactpersoon daar ook bij wilt tonen. Dus dat is nog een extra aanvulling in die activiteiten. Ik zal dat zo meteen ook nog een keer benoemen. Bij de keuzeluister komen die status en types nog een keer terug. Dus op het moment dat je die hebt aangezet, dan kan je in deze setting daadwerkelijk de statussen en types instellen. Dus als ik nu even deze status bijvoorbeeld open, zie ik dat in deze omgeving ervoor gekozen is om wel status hoge prio, laag prio en normaal mee te geven. Dit mag dus echt vrijwillig, helemaal naar eigen keuze worden ingericht. Is niet een verplichting vanuit ons. Je hoeft het überhaupt niet te gebruiken. En als je het gebruikt, mag je zelf kiezen welke status je hier beschikbaar wil maken. En als we kijken naar types, zijn er hier bijvoorbeeld ook een aantal opties. Denk aan dat je kan zeggen, hey, we hebben hier te maken met een activiteit die met acquisitie betekent, of echt iets bedoeld voor relatiebeheer, of misschien moet jij wel een wervingsupdate structureel geven, of een kwartaalevaluatiebelletje. Nou ja, dat soort types zou je eventueel ook kunnen inrichten. Maar kijk vooral daarbij naar je eigen proces en wat voor jou daarin handig is. Als we nog even switchen naar gebruikerinstellingen, dan is dat... Zijn er niet zo heel veel settings komen erbij, maar nog wel een paar interessante. 1. Deze middelste is vooral belangrijk. Activeer voor gebruiker. Staat deze voor de gebruiker niet aan, dan zal hij de activiteitenmodule dus ook niet tot zijn beschikking hebben. Activeer badge-acties. Of die binnen die activiteitenmodule een badge-actie mag uitvoeren. Jullie kennen het waarschijnlijk wel in de kandidatenmodule of in de vacaturemodule, dat je in badge de eigenaar kan wijzigen of in badge een status toe kan kennen. Nou, die badge-acties zijn ook beschikbaar in de activiteitenmodule, maar die kan je dus ook uitschakelen. En of die vanuit een activiteit ook nieuwe contactpersonen mag toevoegen aan de relatie. Dus normaal gesproken voeg je een contactpersoon in de relatie zelf toe, maar het is eventueel ook mogelijk om dat vanuit de activiteitenmodule te doen. Maar ja, afhankelijk van je medewerker is dat misschien wel of niet gewenst. Dus ook daar heb je nog een keuze in. Zijn er tot nu toe vragen over de instellingen, Bastiaan? Er zijn nog geen vragen over. Oké. Nou, dan gaan we door naar de module zelf. En dan ga ik jullie hem eerst echt laten zien. En dan komen we straks nog even op het gedeelte hoe je dat vanuit ook de relatiemodule kan benaderen. Ik klik hier bovenin op mijn auto-icoontje. Dan zie je hier alle modules waar je rechten toe hebt gekregen. Waaronder dus deze activiteitenmodule. En als ik deze aanklik, dan kom ik in mijn activiteitenlijst terecht. Nou, zoals je ziet is dit een module die op eigenlijk eenzelfde manier gebouwd is als de meeste van onder andere modules.
Je kan werken met filters die aan deze kant worden gepresenteerd. Je hebt hier gewoon het overzicht van de daadwerkelijke activiteiten die er zijn. En je hebt hier weer de zoekkant. Ik denk dat dat redelijk voor zich spreekt. Uiteraard zijn er wel wat andere opties. Als ik kijk naar criterium toevoegen, dan heb ik hier misschien weer wat andere zoekopties dan bij de andere modules. Maar die zijn uiteraard gerelateerd aan de activiteitenmodule. Ik ben ook onderin in de gelegenheid om de weergave te wijzigen. Dus op het moment dat ik deze kolommetjes niet ideaal vind, of ik wil een andere volgorde, of ik wil er iets tussenuit laten. Ik werk bijvoorbeeld niet met type en status. Ja, dan worden deze kolommen uiteraard ook niet getoond. Dan mag je daar ook zelf natuurlijk een weergave in maken wat jij prettig vindt werken. Nu wil ik eigenlijk, voordat we er misschien nog wat verder en naar de badgeacties nog even kijken, gewoon eens een nieuwe activiteit aanmaken om jullie te laten zien wat deze module inhoudt. Ik klik hiervoor bovenin op het groene plusje om een nieuwe activiteit aan te maken. En dan is dit mijn activiteiten detail. En eigenlijk zie je hier bovenin al wat gebeuren, dat ik hier een algemeen tabblad heb, dat ik hier een lead tabblad heb en een vacatures. En dat gaat in werking treden op het moment dat ik deze activiteit ook verder ga inrichten. En wat ik als eerste wil gaan doen, is een relatie koppelen. Want uiteindelijk is het toch vaak, het is niet verplicht. Je mag ook gewoon een losse activiteit aanmaken wat niet aan de relatie gekoppeld is. Is misschien niet helemaal de bedoeling. Dit is wel echt bedoeld vanuit een relatie, vanuit een CRM sales perspectief. Opgezet, dus het is wel ideaal dan dat je ook, hè, waarvoor deze activiteit geldt, dat je die relatie dan ook koppelt. Dus als we dan even hier kijken, zie ik hier klantinformatie. Dan kan ik hier op relatie opzoeken klikken. Ik krijg gelijk een minuutje om een relatie op te zoeken. In dit geval pak ik eventjes Otis. Ik heb hier Otis. Als ik dan deze relatie selecteer, dan zie je eigenlijk dat er al heel veel gebeurt. Opeens is mijn klantinformatie, weet je het al, ingevuld. Dat haalt hij dus op uit de CRM-module, maar zijn ook bijvoorbeeld matchcriteria en de CRM-criteria hier ingevuld. Als we straks naar deze relatie gaan, dan zal je ook zien dat deze elementen waren ingevuld. Dus dit zijn echte gegevens die hij direct uit de CRM-module ophaalt. Nou, waarom hebben we ervoor gekozen dat deze informatie wordt opgehaald? Dit kan waardevol zijn natuurlijk in jouw belletjes. Dus op het moment dat jij een bel actie gaat uitvoeren, dan is het wel even handig als jij werkt bijvoorbeeld met CRM-criteria en dan zie je vaak dat je aangeeft elementen zoals bedrijfsgrootte of misschien bepaalde specifieke aandachtspunten of het een ABCD-relatie is. Nou, dan is het handig dat, ja, leuk dat ik het dan in de CRM-module heb toegevoegd. Dan is het irritant als ik dat weer opnieuw zou moeten toevoegen in de activiteitenmodule. Dus daarom wordt dat direct getoond. En als je hier wijzigingen maakt, wordt ook gelijk het relatiedetail gewijzigd. Dus het is echt nog steeds aan elkaar gelinkt. Dus het relatiedetail en de activiteit zijn in deze view aan elkaar gelinkt. En als je hier een wijziging maakt of in de relatie een wijziging maakt, zal je dat hier gaan terugzien. En de matchcriteria is misschien ook nog wel een goede. Ik denk dat iedereen de matchcriteria kent bij kandidaten en bij vacatures. En ondertussen zijn er ook al wel een aantal klantrelaties die de matchcriteria bij de relaties zijn gaan gebruiken. Waarom? Beetje vanuit een proactieve denkwijze. Het kan best voorkomen dat je gewoon weet, deze contactpersoon heeft misschien nu geen openstaande vacatures of geen vacatures bij ons lopen. Maar hij is wel gespecialiseerd in dit vakgebied, is vaker op zoek naar dit soort functietypes, is op zoek naar kandidaten met een bepaald opleidingsniveau. Dus dat geeft je ook gewoon een beeld weer van de relatie, waar is hij in algemene zin naar op zoek. En als je dit beheert, zowel vanuit hier ter informatie, wat ook een soort van aanknopingspunten kunnen zijn tijdens je gesprek, kan het je ook helpen dat op het moment dat jij een kandidaat binnenkrijgt, dat je denkt, dat is wel een topper, die moet ik kunnen plaatsen, maar je hebt geen match op de lopende vacatures, dan kan je ook gewoon een match maken naar relaties. En kan het dus wel zijn dat je die klant weer proactief kan benaderen met een kandidaat die gewoon heel erg goed aan hun relateert. Dus vandaar dat we deze informatie hier gebundeld hebben. Klantinformatie ziet hier dus wat basisgegevens van de klant. Maar het kan natuurlijk ook wel handig zijn om echt een specifieke contactpersoon in eerste instantie, of omdat je het gewoon zeker weet, te koppelen. En als we dan hier even gaan kijken, ik heb hier dus het witje klantinformatie. Maar als ik wat naar beneden ga, heb ik hier ook nog de contactpersoonnotities.
En ben ik inderdaad de gelegenheid om niet alleen een contactpersoon toe te voegen, maar ook dan echt specifieke contactpersoon notities te maken. En ik ga hier in eerste instantie even op plusje klikken. Omdat ik deze relatie heb gekozen, zie ik hier de contactpersonen die er aan hangen. Nou, ik kies bijvoorbeeld even voor Bastiaan. En dan heb ik hier dus ook die contactpersoon aanhangen. En ik liet net al even wat instellingen zien. Waaronder van wil je telefoonnummers tonen. Dat gaat dan om het feit of het telefoonnummer van Bastiaan dus hier getoond wordt. En als we even kijken nog naar een user setting die ik heb benoemd. Ging over het feit of jij vanuit een activiteit een nieuwe contactpersoon mag aanmaken. Dat heeft te maken met deze optie. Dus je ziet naast het plusje om gewoon überhaupt een contactpersoon te linken. Een optie om een nieuw contactpersoon toe te voegen. Maar had ik deze instelling voor deze user niet aangezet. Dan had ik dus ook deze optie hier niet gehad. Ik kom straks nog even terug op dit notitiestukje. Ik ga eerst nog even wat basisinformatie hier invullen, dus over de activiteit. Ik klik deze even aan. Ik ga hem even een naam geven. Dit is bijvoorbeeld bedoeld als zijn een wervingsupdate die ik moet geven. Ik kan hem hier een datum meegeven en dat is de datum wanneer ik dus deze activiteit wil laten terugkomen. Dus het kan best zijn dat ik deze persoon nu net gesproken heb en dat hij zegt, nou weet je wat, bel me over een maand nog maar eens een keer terug. Dan kan je vanuit hier dus deze datum aanpassen naar over een maand. En dan zorg je dus dat die activiteit eigenlijk in de toekomst wordt gelegd en dat je dus over een maand daar weer eens een keer mee aan de slag kan gaan. Dus die datum kan je elke keer als je hiermee aan de slag bent geweest, weer verplaatsen. Dus op de volgende maand, ik ga hiermee aan de slag. Ik heb hem gesproken, hij zegt bel me dit keer maar over 2 maanden terug. Dan kan ik hem hier dus weer wijzigen voor over 2 maanden. Dus het is iets, een datum die zich constant blijft verplaatsen. Nou, eventueel kunnen we nog een tijdstip aanhangen, maar dat hoeft niet per se. Toegekende gebruiker. Nou, dit zijn dus dan de gebruikers die de activiteitenmodule hebben. Dus hier kan je de mensen selecteren waarvoor de activiteitenmodule aanstaat. En dus aangeven van, hey, dit is de persoon die deze activiteit moet opvolgen. En hier nog die status en type velden. Dit is dus niet verplicht. Heb je hem dus niet ingeschakeld, dan zal je deze veldjes überhaupt niet zien staan. Heb je ze wel ingeschakeld, maar heb je nog geen status ingericht, dan kan je niks selecteren. Maar heb je beide gedaan, dan heb je hier dus die selectielijstje, kan je aangeven. Dit is gewoon normale. En ik wil, dit gaat om een wervingsupdate. En kan ik deze nog verder selecteren. En eventueel is het dus mogelijk om ook nog wel, als je toch een fan bent van reminders, om alsnog een reminder in te richten. Maar dat hoeft uiteraard niet. Ik sla deze even op. Andere elementjes die hierin nog handig zijn. Je ziet hier nog een notitieblokje. Dat kan even wat algemene informatie zijn. Dus dat is niet misschien specifiek ook gericht op wat je met een specifieke contactpersoon hebt. Het kan ook algemeen zijn dat je hier zegt, een soort algemeen verhaaltje van deze klant vindt het prettig om maandelijks onze wervingsactiviteiten door te nemen. En nou, hè, dat mag je lekker zelf bepalen wat je hier invult, maar dat kan wel helpen dat als je hem de volgende keer belt, dat je denkt, oh ja, dit was even het uitgangspunt voor deze activiteit. Deze klant wil altijd graag eventjes bij de hand genomen worden met wat wij weer de afgelopen maand voor hem hebben gedaan. Dat soort zaken. Dus dat kunnen ook wat algemene notities zijn. Dat weer kan helpen om de juiste insteek, de juiste opvolging te kunnen garanderen voor deze activiteit en voor deze relatie. Nou, heb je dan ook daadwerkelijk Bastiaan gesproken en er zijn wat elementen, dan kan je ook heel specifiek voor deze contactpersoon een notitie maken. Dus dan zie je hier bijvoorbeeld dat notitiepetje. En dan kan ik bijvoorbeeld aangeven, hey, in eerste instantie had ik even een voicemail. En dan zal je zien als ik hier op dat pijltje ook klik, wat dan de notities zijn die ik heb gemaakt. Ik kan misschien nog een notitie toevoegen. Is nog op vakantie. Over 2 weken bellen. Nou, je ziet al, dit soort dingen gebeuren. Op het moment dat jij aan het bellen bent, als jij met dit soort acties aan de slag gaat, krijg je altijd te maken met mensen die het even uitstellen, nu geen tijd. En
je wil dat eigenlijk wel registreren. Je wil ook registreren dat je hebt gebeld. Dus ik heb nu 2 keer gebeld, maar helaas is dat niet gelukt. Maar het zou heel zonde zijn als dit mijn relatiedossier verbelt. Het is uiteindelijk misschien niet de meest nuttige informatie die je in 1 oogopslag in die relatiedossier wil zien. En daarvoor is die activiteitenmodule zo ideaal. Je hebt wel die informatie. Je kan ook mensen op het moment dat er een situatie staat van ja, je hebt me niet gebeld. Dan kan je, heb je gewoon een overzichtje van wat je de afgelopen tijd er allemaal voor hebt gedaan. Maar wat er ermee heeft plaatsgevonden. En elke keer als jij een notitie maakt, zal hij gewoon de meest recente notitie bovenaan zetten. Dus je ziet ook, deze heb ik nu als laatste ingevoerd. Die komt dan ook bovenaan te staan. Ik kan het ook uitklappen. Zou ik nog een ander contactpersoon, hè, dat zou het kunnen omdat er een wisseling is. Maar ook omdat je misschien 2 mensen daarop kan bellen. Dan kan ik hier ook eventueel gewoon nog een 2e persoon aan toevoegen. En ook voor die specifieke persoon kan ik weer een notitie maken. En dan heb ik ze echt concreet zo alles bij elkaar. En je ziet ook dat die contactpersoon die ik hier als laatst gesproken heb ook weer bovenaan zet. Dus daar zit een logica in om eigenlijk weer te zorgen dat je gewoon ziet met wie je het laatst contact hebt gehad. Wat er dan met die persoon eventueel besproken is. En dat je ook notities zoals even een voicemail hierin in kwijt kan. Ik ben volgens mij lekker aan het binnengekomen. Ja, er zijn vragen binnengekomen. Één vraag die je min of meer al wel hebt aangegeven, maar kan indenken dat er toch nog wat onduidelijkheid over is. Een vraag van Ria, en namelijk de vraag, wijzigt de info ook in het CRM-systeem als je dit bij de activiteit wijzigt? En dan denk ik dat er dus, nou, sowieso... Ja. Bijvoorbeeld de CRM-criteria, bijvoorbeeld de match-criteria. Volgens mij zelfs de klantinformatie heb ik ook een wijzigenknopje. Ja, dus je hebt hier allerlei verschillende bedrijfsgegevens die je kan wijzigen. En als je hier zaken wijzigt, moet je dan ook nog even naar je CRM toe gaan om het daar ook te wijzigen? Want dat klinkt niet zo heel erg handig. Nee. Dus als je het hier wijzigt, dan wijzigt ook je CRM detail. En mocht je dat nog even willen dubbelchecken, je hebt hier dus en een wijzigingicoontje ook om deze informatie te wijzigen. Je kan ook bijvoorbeeld status wijzigen. Dan wordt ook gewoon, ja, als ik hem hier wijzig, is ook gewoon in mijn CRM de status gewijzigd. Dus dat is gewoon aan elkaar gelinkt. En mocht je dat niet helemaal vertrouwen, dan kan je altijd nog even hier zeggen, ik wil gewoon echt even het profiel van die relatie openen. Mm-hmm. Maar het is aan elkaar gelinkt. Dit is niet nodig. Kijk, je ziet hier ook dat ik hier alweer dezelfde labeltjes heb staan. En als ik daar wijzigingen in maak, dan ga ik dat ook weer in mijn activiteit terugzien. Yes. Oké, cool. Dan een vraag van Marije. Als ik een actie toevoeg in Otis, dan komt die er wel eens meerdere keren in te staan en krijg ik tientallen reminders. Hoe voorkom ik dit? Dat is natuurlijk een beetje lastig zeg maar, om precies te weten wat, op welke knoppen Marije klikt. Maar ik denk dat de essentie van het verhaal is, als ik een reminder aanmaak in Otis, dan komt die meerdere keren naar voren. En dan blijft die zeg maar, naar voren komen. Hoe stop ik dat? Ik denk dat jij weet deze te beantwoorden, want ik weet even niet. Hoe ik hem in ieder geval interpreteer, is op het moment dat zo'n reminder naar voren komt, dan komt er zo'n blokje aan de rechterbovenkant naar voren. En als je die wegklikt, dan gaan we er gewoon opnieuw mee lastigvallen en opnieuw mee lastigvallen en opnieuw mee lastigvallen. Net zo lang totdat je een keertje op dat blokje zelf klikt en dan echt zegt dat je de reminder hebt afgehandeld. Dus wegklikken van een reminder aan de rechterbovenkant, dat zorgt er niet voor dat hij niet meer terugkomt. Want dan blijft hij gewoon net zo lang terugkomen totdat je hem wel terughaalt. Zoals door Janine aangeeft, vanuit de activiteitsmodule is het mogelijk ook om zo'n reminder te triggeren. Maar het is eigenlijk niet waar de remindermodule voor bedoeld is, de activiteitsmodule voor bedoeld is. De activiteitsmodule is er echt voor bedoeld dat je gewoon op de dinsdagochtend, als jij je belblok hebt staan, je lijst met activiteiten opent en ze gewoon 1 voor 1 doorloopt. Dus zo interpreteerde ik de vraag en dat zou mijn antwoord zijn. Mocht dat niet het volledige antwoord zijn, Marije, laat het nog even. Sorry, Janine, wat zei je? Nou, ik was in de war met de dubbele activiteit. Ik denk, wordt de dubbele activiteit aangemaakt. Maar ik snap nu wel vanuit de reminder inderdaad. Ja, als je hem verkeerd wegklikt, dan kun je er wel gespamd worden. Ja, ik denk dat dat het is. Dus, maar mocht het niet zo zijn, Marije, laat het nog eventjes weten. En dan wellicht een mooi bruggetje naar iets wat jij nog gaat vertellen. Maar een vraag van Tineke. In hoeverre is de activiteitenmodule gekoppeld aan CRM, dossier en agenda? Dus CRM. Ja. Nou, CRM. En Excel dossier en agenda. Sorry? Okay, dus CRM, dossier en agenda. Als we dus in eerste instantie al eventjes kijken naar het CRM.
zijn deze veldjes wel aan elkaar gerelateerd, maar de notities komen niet zomaar in het dossier van de relatie terecht. En dat is juist wat ik zeg, we willen de vervuiling voorkomen. Dus het is niet zo dat als ik hier een notitie maak, dat die ook terechtkomt in het dossier van de relatie. En andersom dus ook niet. Omdat deze notities echt heel specifiek voor de activiteit is en ter voorkoming ook van vervuiling van je relatiedossier. Maar deze veldjes zijn dus wel gerelateerd. Ja, en je laat zo meteen nog even aan hoe het in het dossier is geïntegreerd. Dat komt nog aan bod, ja. Denk ik. Ja, ja. Okay. Ik pas vanuit de relatie, zou je dat nog laten zien, ja. En de agenda, wat nou op het moment dat ik een activiteit heb en ik spreek met die persoon af. Niet van, joh, ik bel je volgende week wel een keertje op. Maar nee, ik bel je volgende week dinsdag om 8:45 bel ik jou op. Nou, dat is een goede vraag. Ik ga ervan uit dat je dan bedoelt dat je een agenda ook een activiteit kan realiseren, maar dat weet ik niet. Voor zover ik weet niet, maar in principe de activiteitenmodule, het basisdoel van de activiteitenmodule is echt zeg maar de belletjes van joh, bel je volgende week wel eventjes terug of bel je over een half jaartje terug. Op het moment dat je echt een afspraak met iemand maakt van hey, ik bel je op dat moment om 9:15 op, dan moet je dat gewoon in je agenda zetten. Dat is echt waar je agenda voor gemaakt is. Ook om te voorkomen dat je plots die dag een vrijdag neemt en nou ja, dat. Dus die activiteitsmodule is in de basis echt gemaakt voor, activiteiten hebben een datum, maar het zou zeg maar niet heilig moeten zijn dat je precies op die datum, op dat tijdstip, die persoon belt. Is dat wel zo, dan zet je het in je agenda. Op het moment dat je dus, als je dus echt met iemand de afspraak maakt, ik bel jou volgende week dinsdag 9:15 op, zet het gewoon in je agenda. Ja. Eens. Dit is inderdaad eigenlijk vooral bedoeld met de zaken die je wel moet opvolgen, waar inderdaad nog niet het helemaal concreet is, maar dat je wil voorkomen dat je ze überhaupt niet meer belt en dat eigenlijk de relatie ook verloren gaat bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus, dat er te lang tussen een evaluatie heeft gezeten. Dus het is nog niet helemaal concreet afgesproken, maar het is toch wel de bedoeling dat je even in elk kwartaal even dat belletje doet om te kijken of het een beetje goed gaat de afgelopen maanden. Ja. Kan je heel veel moeite steken in het plannen van een afspraak. Of je zorgt in ieder geval voor dat je op een structurele manier af en toe eens een keer belt. En op die manier toch een keer een maand te pakken hebt. En dan op een spontanere manier of juist wel afspraken kan gaan maken. Of inderdaad eventjes een kleine update kan geven. Yes. Dat waren de vragen tot dusver. Oké. Okay. Nou, wat ik dan ook nog even ga laten zien zijn deze tapjes hier bovenin. Als we kijken naar leads, wij hebben namelijk een salesmodule in Otis. De volgende webinar, dus die is volgende maand, zal nog wel wat nieuwsbriefcommunicatie over volgen. Gaan we aan de slag met de salesmodule. Dat zijn dus echt concrete sales trajecten waar je waarschijnlijk ook al wel een waardeinschatting, een kans aan wil toekennen. En dan vind je die ook terug hier. Dus op het moment dat er sales trajecten zijn, dan kan je die dus ook in de activiteit terugvinden. Doordat ik de relatie dus heb gekoppeld, zal die alle sales trajecten die aan deze relatie zijn gekoppeld, hier gaan tonen. En dan zie je hier dus ook bijvoorbeeld de bedragen die spelen. Dus als jij een algemeen belletje doet, kan je best nog even zien, hey, zijn er nog dingen waar ik anders ook nog even aandacht aan kan besteden? Of mijn collega misschien bij kan helpen om even te doen van, goh, ik zie dat dit nog open staat en kan ik je daar nog bij ondersteunen? Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor vacatures. Op het moment dat je iemand gaat bellen, kan het soms best wel handig zijn. Of hij gaat jou zelf en zegt, hey, nu heb ik je toch aan de lijn. Ik heb nog die en die vacature bij jullie openstaan. Hoe staat het daarmee? Dan is het natuurlijk wel handig dat je die informatie ook bij de hand hebt staan. Dus als je kijkt naar het tapje vacatures, heb je ook hier de mogelijkheid om te zien welke vacatures er op dit moment aan die relatie zijn gekoppeld. En kan je natuurlijk ook doorklikken. Of, omdat je hem dus nu gesproken hebt en hij zegt, ik heb een nieuwe vacature, kan je vanuit hier gelijk een nieuwe vacature toevoegen. Dus dat maakt het één handig dat als je hem dan toch even spreekt, dat je even kan kijken van, hey, is er nog iets wat we kunnen bespreken over de vacatures? Of hij meldt jou even tussen neus en lippen door, hey, er komt een nieuwe vacature aan die ik graag wel even met misschien wel jouw collega wil bespreken. Dan kan je eigenlijk een soort van vacature lead aanmaken voor je collega. Zodat er actie op ondernomen kan worden. Bastiaan, heb jij in de basis hier nog aanvullingen op? Als we even kijken naar de tabbladen en de widgets die daar binnen aanwezig zijn. Nee, geen aanvullingen. Het is wel interessant om even te kijken naar de CRM-integratie. Ja, voordat ik dat doe, dan nog wel één knopje uitleggen. Hier zit nog een archiveren knopje. Mocht het op een gegeven moment zo zijn dat deze relatie misschien geen zaken meer met jullie willen doen,
of iets dergelijks, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om de hele activiteit te verwijderen. Dat is misschien een beetje zonde. Dus klik dan vooral ook op even op archiveren. Dan blijft de informatie wel behouden, maar zie in ieder geval wel dat het geen openstaande activiteit meer is. En dat die eigenlijk in het archief is beland. Dat is ook nog wel even een handige functionaliteit. Voordat ik nog weer naar die CRM-kant ga, wil ik toch nog even naar het overzicht. En dan is het toch even nog met het idee van, goh, hoe ga ik dan bijvoorbeeld aan de slag met zo'n belblok? Dat werkt weer met die filters. En ik denk dat daar wel goed is om dat even nog toch een beetje naar te kijken. Het kan natuurlijk zijn dat jij zegt, oké, ik heb mijn belblok en ik wil dan mijn relatiebeheer gaan uitvoeren. Nou, als je dan bijvoorbeeld met die types werkt, is dat heel makkelijk. Want dan kan ik zeggen, ik wil gaan... ik zie nou typen trouwens. Nou doe ik helemaal iets geks. Ik wil aan de slag gaan met mijn activiteiten. En ik wil in eerste instantie met mijn klanten. Ik moet klantopvolging gaan doen. Dus ik kijk bijvoorbeeld hier naar relatiestatus. En ik wil eigenlijk alleen maar aan de slag met mijn klanten. Ik opzoeken. Dan heb ik hier dus mijn lijstje met klanten. En zo kan ik dus allerlei opties maken. Ik heb hier de datum. Die kan ik van oud naar nieuw. Of andersom doen. De meest recente, of de eerst aankomende, zeg maar, staat nu bovenaan. Ik kan ook nog heel specifiek hier een opvolging aan toevoegen. Ik wil vast weten welke ik eigenlijk volgende week, want ik ben klaar met mijn lijstje. Die van volgende week kan ik er ook wel bij pakken. Dan kan ik ook hier op datum filteren en bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil gewoon graag even degene zien die de volgende week gebeld moeten gaan worden. Dus je kan hier op allerlei manieren in gaan filteren. Om te zorgen dat op het moment dat je dan je belblok hebt staan, dat je dan kan filteren, hey, ik wil gewoon nu even alles zien van deze week. Of alles al zien van volgende week. En dan kan je dat lijstje gaan afwerken. Of je kan er dus nog een extra shift in maken, dat je echt een bepaald type of een bepaalde klant gaat nabellen. Dus weet gewoon, als je een belblok inricht, nou ja, leg het ook aan je medewerkers uit. We hebben een belblok voor je. Jij moet prospects gaan bellen. Nou, pak dan even je filter met relatiestatus prospect. En degene die voor deze week gepland staan. En ga dat lijstje nabellen. Open ook weer gewoon de eerste activiteit. Klik hier op volgende als je ermee klaar bent. En dan zie je de volgende in het resultaat. En op een gegeven moment ben je weer klaar. En zorgen dat je je belblok weer hebt bijgewerkt. Gaan we nog even naar het CRM. Yes, voor die tijd nog even één korte vraag vanuit Anne. Anne vraagt, bij mij staat er in het tabblad Leads User is not allowed. Waar kan ik dat instellen? Ja, dan werk je waarschijnlijk dus nog niet met de sales module. Dus op het moment, of je hebt als, misschien werk je wel met de sales module, maar heb jij als user zelf niet het recht om leads aan te maken. En dan is dat tabblad dus eigenlijk ook niet inzichtelijk. Of je gebruikt de module niet, of je hebt niet dus de rechten om de sales module te gebruiken. En pas als die module geactiveerd wordt, dan kan je daarbij. Ja, en onze volgende webinar gaat over die sales module. Toch nog eventjes in het kort. De activiteitmodule is zeg maar het voorproces, belletjes plegen. Nog een keer bellen, nee, geen mogelijkheden, wel over een half jaar nog een keer terug, et cetera. En bij de sales module, dat is echt een specifieke module voor als er echt een opportunity, een lead ontstaat, waar je een bedrag aan gaat koppelen en waar je allerlei acties op gaat vastleggen, waar je sales pipeline op gaat bouwen, dan wordt het zeg maar echt al een heel stuk concreter. Maar dat wordt dus in het volgende webinar verder uitgelegd. Ja. Oké, gaan we naar CRM-module. Ik ga even die relatie openen die ik net al heb gebruikt. En waarschijnlijk zijn jullie er al wel een keer tegenaan gelopen. En heb ik toen al gedacht misschien van, wat doet dat widget daar? Want in onze algemene weergave, in de standaard weergave die wij voor onze relaties hebben, hebben wij ook een widget activiteiten. En je ziet dus nu ook al die twee activiteiten die aan deze relatie zijn gekoppeld. Ik kan ook vanuit hier, als ik hier naar activiteiten kijk, kan ik ook gewoon op dat plusje klikken om een nieuwe activiteit aan te maken. Dus ik kan vanuit mijn relatiedetail op dat plusje klikken. En dan zie je al gewoon dat er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt. En dat dus de klantinformatie en die CRM en matchcriteria ook gelijk weer zijn ingevuld. Want hij is al gerelateerd. Datzelfde geldt, deze maar even sluit. Als ik nu een contactpersoon zou openen. Dat ook hier weer
er een activiteitenlijst is. Ook in de standaardweergave hebben we deze al een plekje gegeven. Je ziet dus nu de activiteiten die aan deze contactpersoon zijn gerelateerd. Klik ik vanuit hier op dat plusje, maak ik dus ook gewoon weer een nieuwe activiteit aan. En dit keer is niet alleen de relatie direct al gekoppeld voor mij, maar is ook dus de contactpersoon hier al direct gekoppeld. En kan je ook gelijk aan de slag. Dus op het moment dat je nu nog niet de activiteitenmodule gebruikt, maar wilt gaan gebruiken, dan kan je natuurlijk al die nieuwe activiteiten gaan aanmaken in de activiteitenmodule en alles gaan relateren. Je kan ook gewoon denken, hey, voor welke relatie en voor welke contactpersonen wil ik dat gaan doen? Maak hem dan vanuit daar aan. Dan heb je gelijk alles netjes erin staan. Mag uiteraard via beide routes. Maar het is dus wel heel erg handig om te weten dat je niet alleen een module hebt waar je een overzicht hebt van activiteiten, maar dat wanneer je ook naar een relatie of naar een contactpersoon gaat, dat er een overzicht is van de activiteiten voor deze contactpersoon. En ben je dus van plan om iemand te gaan bellen en had je de relatie opgezocht, dan kan je altijd weer doorklikken naar de activiteit die je daaraan gekoppeld hebt. Of als je dan merkt, ik heb nog geen activiteit hier staan, kan je een nieuwe activiteit aanmaken. Ja, Bastiaan, zijn daar vragen over binnengekomen? Nee, niet direct. Waar ik wel een vraag over heb. Oh, ik zet per ongeluk mijn webcam aan. Dat was geen eens de bedoeling. Waar ik nog wel een vraag over heb binnengekomen. Een vraag van Angelique. Wat is het voordeel ten opzichte van de takenmodule? Dus op het moment dat je aan het twijfelen bent tussen de activiteitenmodule en de takenmodule. En je werkt bijvoorbeeld nu al in de takenmodule. Waarom zou je dan met de activiteitenmodule gaan werken? Punt 1. Als je al kijkt naar waar we nu zitten in het CRM contactpersonen, heb je niet dan zo'n overzichtje als wat we hier hebben. Uiteraard zie je dan wel de taak terug in het dossier, maar het is toch iets minder overzichtelijk dan als je kijkt naar bijvoorbeeld een widget hier. Maar het is ook gewoon zo dat een taak is gewoon veel complexer eigenlijk, of in ieder geval complexer in te richten. Je hebt daar niet alleen iemand die het moet uitvoeren, dus de toegewezene, maar je hebt ook een manager of een, wat is het ook alweer, de andere? Nou, je hebt de verschillende elementen. Je hebt diverse statussen en types die daar weer van toepassing zijn. Er zitten eventuele workflow elementen aan die je erin kan zetten. Het mag uiteraard. Het is alleen, denk ik, voor het doel wat uiteindelijk deze module heeft, puur het zorgen dat je voor een structurele opvolging aan de slag gaat. En er is gewoon één persoon die dat belletje moet plegen. Dan denk ik dat de takenmodule gewoon veel te uitgebreid en eigenlijk ook te complex. Je merkt toch dat veel gebruikers, mensen die eigenlijk gewoon gewend zijn om een beetje te bellen en commercieel praatje te houden, zeg maar, een taak best wel complex en technisch vinden. En dat zorgt dan ook voor een stukje weerstand. Het is te veel informatie binnen één elementje. En daarom is er zo specifiek voor de activiteitenmodule. Dat is gewoon vrij simpel met één doel. Het zorgen van een structurele opvolging van eigenlijk je salesbelletjes. En even simpele notitie kwijt kunnen. En daarbij wat aanknopingspunten waar je gesprek over kan gaan. Dat is de activiteit. En een taak is daarin gewoon echt een stukje complexer en uitgebreider. Sommigen vinden dat wel prettig. Maar ik denk dat er ook menig persoon is die dat een beetje afschrikt. Ja. Dan nog een vraag van Anne. En als een contactpersoon op passief wordt gezet, blijven de notities in de activiteitenmodule gewoon zichtbaar of verdwijnen die notities dan? Je moet uiteindelijk niet de contactpersoon worden. Maar... Of in ieder geval, ik denk dat... Dus dat de notitie blijft gewoon zichtbaar. Ja. Mooi. Nou, fantastisch. Ik neem aan dat dat het gewenste antwoord was van Anne. Dus dat. Oké. Dan weet ik niet of er nu nog vragen over het go-gedeelte zijn. Dan heb ik nog wel een... Ja. Niet echt over de inhoud. Wel een vraag over wanneer de opname op het YouTube-kanaal komt te staan. Maar daar heb je volgens mij zo meteen nog een slide over. Ja. Eens even kijken. Dan ga ik even terug naar PowerPoint. En dan heb ik het nog heel even kort over integraties. Helemaal vrij om dit vooral om dit naar inzicht te gebruiken, de activiteitenmodule. Maar wat je ook merkt, dat er een aantal van onze klanten er dus actief mee aan de slag zijn gegaan en het echt gebruiken als een lead generator en opvolging daarvan. En wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan, en wat dus nu ook beschikbaar is als je daar interesse in hebt, is een integratie met Jobdigger. Dat kan op verschillende manieren ingezet worden in Otis,
Maar wat onder andere een mogelijkheid is binnen JobDigger, is dat je daar een zoekopdracht maakt. Dat kan zijn dat het een zoekopdracht is. Ik ben een bedrijf dat inderdaad vacatures wil doen voor dit bepaalde functiegroep, bepaalde regio, etc. JobDigger zoekt het net af naar vacatures die daaraan voldoen. En kan daarmee de resultaten als een activiteit aanmaken in OTUS. Zodat jij opvolging naar kan doen. Als jij denkt, hey, als die vacatures er zijn, ik kan die mensen daarop werven. Ik krijg die vacatures, eigenlijk een soort van leadjes, aangedragen. En ik kan die relaties gaan nabellen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische activiteit. En dat is dus een integratie die nu gerealiseerd is. Dat je in JobDigger die zoekopdrachten kan instellen. Het kan ook zijn dat je JobDigger de opdracht geeft om echt vacatures te zoeken voor een bepaalde kandidaat. En uiteindelijk de resultaten daarvan, dus de resultaten, de vacatures die JobDigger heeft gevonden, zorgt ervoor dat hij dat in een activiteit aanmaakt. Dus maakt een nieuwe activiteit aan met die vacatures. Kan je die vacatures bekijken en kan je dus ook kiezen welke je wel of niet bijvoorbeeld wil gaan opnemen. Maar het is allemaal wel overzichtelijk in te zien in je activiteitenmodule. En geeft je ook dus weer de kans om dat verder op te volgen. Nou, als een van de integraties, er zullen vast andere partijen zijn of misschien nog wel gaan komen die aan gaan sluiten op onze activiteitenmodule. Maar ik wilde jullie dit voorbeeldje in ieder geval niet onthouden daarin. Nog even een dubbele check. En dat is eigenlijk dan ook een hele leuke. Kan je uit deze module een rapportage uitdraaien? Vraag van Ginger. Nou, dat is inderdaad een hele goeie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik zit even te kijken of wij daar een exportknop in ieder geval voor hebben. Er is een... nee, dat is het ding. Dit is het. Ja, even kijken. Ik weet niet of jij het uit je hoofd weet. Voor zover ik weet hebben we geen exportknop in de activiteitenmodule, maar soms worden er ook nieuwe dingen toegevoegd die ik niet weet. Maar hebben we wel activiteiten rapportages. Dus in je rapportagesmodule heb je zeg maar een module en die module heet activiteiten. En vanuit daar kan je rapporteren op aantallen activiteiten. Ah ja. Ja, derde in de lijst. Ah, dat had ik niet meegenomen. Maar al goed om te weten. Die is inderdaad beschikbaar. Nog andere vragen binnengekomen? Nog één specifieke vraag van Edco, maar die ga ik wel even via de chat beantwoorden. Maar goed, mocht je dus na aanleiding van deze webinar, en we sluiten deze natuurlijk zo af, toch nog een vraag hebben, stuur dan vooral ook even een mailtje dus naar gowebinar@otus.nl. Vandaag en morgen houden we die vragen in de gaten en dan kunnen we die nog voor je beantwoorden. En uiteraard ons YouTube-kanaal. Is deze webinar straks terug te vinden. Meestal wordt ik ben de opname is gestart. Die ga ik straks inladen. En dan verwacht ik dat die inderdaad deze week of eind deze week wel online komt te staan. Dat duurt meestal niet zo lang. En jullie krijgen ook altijd nog een mailtje. Hè? Dus op het moment, dat is meestal volgens mij ook 2 dagen later. Met nou, bedankt voor de deelname en hier vind je nog de opname terug. Dus ook daarvan krijg je nog wel een notificatie per mail wanneer die online is. Dat was hem voor mij. Nou, Janine, dankjewel. Op de webinar. Ja, top, super. Dan wil ik jullie allemaal bedanken. En ik hoop dat jullie ook weer deelnemen aan de volgende webinar. Die dus zal gaan over de salesmodule. Datum en verdere informatie volgen nog via onze nieuwsbrieven. En wie weet spreken we jullie dan weer. Dank jullie wel. Tot ziens.